Ik heb een ijsje ga ik maken voor Ins en Edel. Wat heb jij een vieze neus? Hoi man, welkom in deze nieuwe vlog. Je ziet al de ventilator achter me. Het is echt niet te doen. Ik denk dat iedereen wel even gemerkt heeft dat het niet te doen is in Nederland. Dus we gaan ook niet zoveel doen, want Ins heeft vrij. Ik kan het al niet uitstaan vanwege de warmte. Waarom zou ik dan wat gaan doen? Ik heb een paar leuke dingetjes om te vertellen. Ik heb een ijsje ga ik maken voor Ins en Edel. Dus dat gaan we zo doen. Ik ga hem in de fiets zetten en dan gaan we vanavond even lekker heen. Dan ga ja, ze wordt sowieso ingesmeerd met zonnebrand tegen de zon. Don't worry. Ik ga een UV-vliegenkap voor haar halen. Ja, waarschijnlijk is het al te laat dat ik hem heb. Dan is het alweer voorbij. Maar goed, dan heb ik hem al van volgend jaar. Want ik heb deze maand niet zoveel geld. Dus, oeps. Maar ja, ze heeft nu een UV-vliegendeken. Want ze heeft natuurlijk een roze huid. En ik wil niet eens weten hoe hard dat brandt in deze zon. Dus de deken was even als eerste en daarna de vliegenkap. Dus dat komt allemaal goed. Ondertussen wat ik aan het doen ben is een beetje sluipaardjes schilderen. Ik heb deze. En mocht je het gemist hebben, ik heb een site waar je deze kan kopen. Kan je in de beschrijving vinden. Echt super tof. Het is een beetje waar ik mijn spaarpot van Ins mee opbouw. Dus mocht je iets leuks vinden om te kopen van Slijg, kan je dat daar doen. Maar laten we dat nu even een ijsje gaan maken en dat naar Ins brengen. Ja, hij zit gewoon pot halen. Ja. Maar je hebt een groep! Lekker. En ik heb ook nog twee losse appels mee. Wat ze niet heel goed konden. Eens. Ja, eens ook. Ja, goed zo. Na jezelf oprapen. Goed zo. Oh, maar dat is niet echt smurrie. Is bij helemaal smurrie. Let's see, move. Oh, lekker. Oh. Ja. Jij vindt ook lekker, hè? Met je mooi dekje. Ja, als je niet smaakt. Sowieso zeker, hè? Lekker. Nou, Ins keurt hem wel goed. Moet wel in je bak laten zitten. Ins. Okay. Het is goed dat je jezelf, dan jezelf opruimt. Ja. Lekker beest. Ik ga dat even doen. Wil je niet liever in je stal eten? Oh, dat zie ik. Monster. Goedemorgen, het is dinsdag en er staan hier heel veel ventilators. Want het is heel warm. Het gaat straks omweren. Ben ik heel benieuwd naar. Er valt wat buitenom. Super tof. Ja, ik heb iets geluks. Want de eerste repaint bestelling is in de maak. Voor de tweede dezelfde. En dat is een schaap. Super tof. Daar ben ik nu lekker mee bezig. Alleen in de avond is het nu veel te warm. Moet ook weer eens mijn kamer opruimen. Maar het is gewoon veel en veel te warm. Dus ja. Ik mag het van mezelf uitstellen, zolang ik het maar voor volgende week doe. Ja, jullie horen natuurlijk de ventilator, het spijt me. Ik ben even bezig met trainen, want ja, dat is wel hard nodig. En ik weet niet of dat, nee, ik wil niet de volgende race doen. Ga ik stoppen. Zo. Ho. It's Skyhorse, level 10. Ik ben natuurlijk al een tijdje niet meer online geweest. Ook geen livestream.
En dit komt een beetje vanwege de hitte, want mijn laptop gaat natuurlijk ook hitte af. En dan wordt mijn kamer nog warmer. En ik kan het al moeilijk uithouden in deze hitte. Dus laat staan nog met zo'n lekkere broeier van een laptop erbij. Maar goed. Ik ga Ins oppakken. Want die heeft al sinds... sinds donderdag niks meer gedaan. Het is nu dinsdag. Oeps. Het is gewoon veel te warm. Dus ik wil binnenkort met haar gaan zwemmen. Maar aangezien mevrouw al niet durft te... bij me een fles water in de buurt durft te komen, gaat dat waarschijnlijk wel raar uitpakken. Maar hey, ik heb trouwens een plantspuit hier. En ik sproei mezelf eens in de zoveel tijd wat water toe. Ik weet niet, het is niet te doen. Als jullie het zien is het trouwens wat minder warm, maar het wordt nog steeds warm. Dus ja, ik wil gewoon geen hitte meer. En ik weet ook, ja, in zijn neus verbrandt nogal hard. Dat is, ja, omdat de zon is en ik kan wel de hele dag blijven doorsmeren. Maar ik kan niet op tegen deze hitte. Dus in het schrijf heeft, ik heb een UV-werende vliegenkapper besteld. Die ga ik 25 augustus ophalen. Deze met de hand gemaakt, dus vandaar dat het wat langer duurt. En hij is fantastisch. Ja, dan is de zomer al voorbij en dan is de zon misschien al weg, maar... I don't care, dan heb ik hem alvast. En anders heb ik hem voor volgend jaar. Want ik heb gemerkt met zonnebrand, het werkt wel is. Maar dan moet je zeg maar ja, om de aantal x-uren gaan smeren. En ze wordt altijd elke ochtend ingesmeerd. En als ik kom, smeer ik er ook nog even in als ze iets gaan doen. Maar ze is zo roze en het gaat zo snel. Het arme kindje. Ze heeft ook een UV-werende vliegendeken op. Want mensen vroegen zich af van waarom doe je een vliegendeken op als iemand... Ze is wit, op zich heeft ze er niet veel last van de vliegen, behalve bij haar ogen. Maar ze heeft een roze huid. Nu is mijn huid zalmkleurig. En ik verbrand al snel. Laat staan met roze huid. Ja, ik laat mijn kind niet levend verbranden. Wij op stal hebben ook niet echt schaduw en ze gaan ook niet naar binnen overdag. Dat is gewoon een beetje, ja... Of moet het zelf gaan doen. Het is gewoon allemaal net niet lekker. En zo zit ik ook wel mee hoor, dus don't worry echt. Ik probeer echt eens het allerbeste te geven wat ik maar kan. Maar soms lukt het even niet. Ik ga weer naar Ins en ga ik oppakken. Ik weet niet of de camera meegaat of niet. Ik denk het wel, maar vanwege het onweer durf ik het niet mee te nemen. Want camera en regen zijn geen vrienden. Let's go to Ins. Ja? Gaan we wat doen? Wat heb jij een vieze neus? Echt, het is allemaal nat hier. Klinkt lekker. We zijn weer thuis. Mijn batterij was dus licht, dus ik heb verder niet echt veel kunnen filmen. Ik heb nog even het necroop rijden
gefilmd met mijn mobiel. Dus dat is ook niet fantastisch. Maar hey, blijkbaar waren al mijn accu's ook leeg. Super tof. Echt love it. Maar dat maakt het niet minder leuk op. Dus vandaar dat ik niet heel veel heb gevlogd na de training. Ik ben er eventjes op gaan zitten. Gewoon voor het gevoel. Het ging wel goed. Dus we moeten weer even oefenen. Want er zijn nog dingen een beetje vergeten in de training ondertussen. Dus we moeten het weer een beetje rustig oppakken. Ja, en op zich was het er nog wel lekker te doen in de avond nu het afgekoeld is. En onweer gelukkig niet. Het zou om 6 uur gaan onweren. Dus ik was echt gereisd naar stal. Want ik dacht, regen. Maar het is nu ondertussen 12 uur 's nachts. En er is nog geen druppel uit de lucht gevallen. Thanks bij je radar voor je goede advies. Not. Maar goed. Vond je het nou een leuk video beloofd met een duimpje omhoog? Vergeet niet te abonneren als je geen video wil missen. En je kan het Discord joinen of op het belletje klikken voor notificaties. En dan zeg ik tot de volgende video. Houdoe.